Op 3 september 1944 vertrok vanuit het doorgangskamp Westerbork het laatste deportatietransport naar het vernietigingskamp Auschwitz in Polen. Op dat moment waren al meer dan 100.000 Joden door de nazi's uit Nederland gedeporteerd. Dit laatste transport naar Auschwitz bestond uit 498 mannen, 442 vrouwen en 79 kinderen. In totaal 1019 personen. 45 mannen en 82 vrouwen hebben het laatste transport overleefd. In Amsterdam-Zuid is de 6e Montessori-basisschool genoemd naar Anne Frank. De herinnering aan Anne is hier blijvend vastgelegd op de buitengevel met teksten uit haar dagboek. Wereldwijd is Anne Frank het symbool geworden van de massamoord op 6 miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, dankzij het teruggevonden dagboek dat ze bijhield gedurende de onderduikperiode. Het onderduiken was een poging een vrijwel zekere dood te ontlopen in een van de Duitse concentratiekampen. Het lot besliste anders. Een ontmoeting met vrouwen die de concentratiekampen overleefden brengt het symbool dat Anne is geworden terug tot de persoon Anne. 1 van de 6 miljoen. Ze kwam om in het concentratiekamp Bergen-Belsen. Anna Goslar overleefde Bergen-Belsen en vestigde zich na de oorlog in Israël. Net als Anne vluchtte zij in 1933 als meisje van 4 jaar met haar familie vanuit Hitler-Duitsland naar Nederland. In het dagboek, Lies Gosens genoemd, omschrijft Anne haar als mijn beste vriendin. Samen zaten ze 7 jaar op deze school. Het is natuurlijk erg opwindend na 40 jaar terug te komen en alles te zien en bijna alles nog zoals het geweest is. En ik herinner me nog de eerste dag toen ik beneden in de kleuterschool kwam. Daar waren tegenover de deur kleine belletjes. Nu staan ze in een andere kamer, maar ze zijn er nog. En Anne stond en belde aan de belletjes. En mijn moeder bracht mij naar de kleuterschool. En kinderen zijn altijd erg bang de eerste dag. Maar ik zag Anne en zij zag mij. Ik rende in haar armen en mijn moeder kon naar huis gaan. Zo begon het hier op school. Wij kwamen uit Berlijn naar Nederland. En het bleek dat die familie Frank kwam uit een andere stad, uit Frankfurt. En zo waren wij dan later heel erg bevriend. Zij waren vluchtelingen en wij waren vluchtelingen. En omheen woonden alleen Nederlanders en we konden de taal niet. En dat helpt natuurlijk, maar zij waren heel erg aardige mensen. Dit is het Merwedeplein, zoals ik het mij herinner. En 1933, toen wij naar Nederland kwamen, zijn wij onmiddellijk hier gaan wonen in de eerste verdieping, nummer 31. En zoals later bleek, dat de familie Frank naast ons woont in de tweede verdieping, nummer 37. En hier hebben we samen gehuppeld en het was erg leuk te wonen hier. Veel plaats voor kinderen om te spelen. Wat nu vandaag het Anne Frankhuis is, is in mijn jeugdherinneringen het gebouw van het bureau van meneer Frank, het kantoor. En een van mijn prettigste herinneringen aan de jeugdtijd was op zondags, als meneer Frank Anne en mij meegenomen heeft. En dan mochten we in die grote kamers spelen. En daar waren verschillende kamers en in ieder kamer waren een paar telefoons. En dan zijn we altijd van één kamer naar de andere gaan telefoneren en dat was altijd erg prettig. ben hier heel vaak op zondag geweest. Deze plaats heet voormalige Stadstimmertuin. En deze school was de Joodse HBS, waar altijd Joodse kinderen geleerd hebben. En deze school was de school waar ik met Anne terecht kwam. Die werd nieuw gemaakt, leeggemaakt voor Joodse kinderen en heette het Joods Lyceum. En hier heb ik 2 jaar geleerd en Anne 1 jaar. Net als Anne en Lies kwam ook Bloemen op deze school, waar vanaf de zomer van 1941 Joodse kinderen verplicht naartoe moesten. In die tijd maakte ik kennis met Margot en Anne. Margot zat in een parallelklas bij mij en ik kende haar wel, ik had contact met haar, zonder dat we vriendinnen waren. En Anne, die heb ik wel gekend, maar ach, zo'n klein kind uit een lagere klas, daar bemoeide je toch niet mee als je zelf 4e klasse was. Anne en ik zijn met moeite overgegaan vanwege rekenen, mathematiek konden we niet zo goed, wiskunde konden we niet zo goed. En ik herinner me dan, we zijn nog samen thuis gegaan, dan heb ik haar een paar dagen niet gezien. En mijn moeder, die kreeg altijd de oude pakjes van de Opecta van meneer Frank. En zij wilde jam inkoken en heeft mij gestuurd naar de Frank-familie de weegschaal te halen. En ik stond daar voor de deur en ik bel en niemand maakt open. Was erg merkwaardig, maar ik moet toch thuis zijn, ik bel nog een keer. En toen komt die onderhuurder van hun, meneer Goudsmit. En zegt heel verbaasd, wat wil jij hier? Weet je niet, die hele Frank-familie, die zijn verdwenen naar Zwitserland. Ik dacht, ik krijg een patch op mijn kop. Waarom zijn ze verdwenen naar Zwitserland? Maar ik heb me herinnerd, zijn moeder woonde in Zwitserland. Misschien was hij werkelijk bang wat er hier zou gebeuren. Maar dat die familie dat 1 jaar had voorbereid, dat hebben we nooit geweten. Dat heb ik allemaal alleen na de oorlog van meneer Frank gehoord. En we hebben natuurlijk nooit geweten dat zij in Amsterdam zijn geweest. De familie Frank dook begin juli 1942 onder in het kantoor van Otto Frank aan de Prinsengracht in Amsterdam. Lies en haar familie doken niet onder. Ze werden in juni 1943 opgepakt en kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Vanaf juli 1942 begon het oppakken en deporteren van Joden. De klassen slonken. Als je op maandag op school kwam, waren er weer kinderen niet. En dan hoopte je maar dat ze ziek zouden zijn. Maar ze bleken dan weggehaald te zijn, dan wel ondergedoken. En toen, ik denk eind april of begin mei, de periode van het schriftelijk eindexamen aanbrak, waren we nog met z'n drieën. 2 jongens en ik. Ik weet ook nog wie dat waren. Meijer de Hond en Siegfried Natkiel. En in de periode die we vrij hadden tot aan het mondeling eindexamen verdwenen ook zij. Ik deed dus mondeling eindexamen als enig overgebleven leerling. En die gecommitteerden en zo, die waren er allemaal. Wat heel dwaas was voor dat ene kleine meisje. Ik was nog geen 17 jaar. De lerarenvergadering was zeer kort. Ik werd binnengeroepen om een examenbul in ontvangst te nemen. En dit was een heel verschrikkelijke scène. Maar ik ging naar huis met een eindexamen. En het was mij erg de vraag wat ik daar ooit aan zou hebben, dat begreep ik heel goed. Op 1 augustus 1944 schrijft Anne voor het laatst in haar dagboek. Op 4 augustus verschijnt er een vrachtwagen met Duitse politie en Nederlandse helpers voor de deur. Onder leiding van de SD'er Silberbauer wordt de auto met alle onderduikers rechtstreeks van de Prinsengracht naar het Amsterdamse hoofdkwartier van de SD aan de Uiterbestraat gereden. 2 gevorderde schoolgebouwen deden hiertoe dienst. De dag na hun arrestatie werd de familie Frank overgebracht naar het huis van bewaring aan de Weteringschans. Op 8 augustus volgde het transport via het Centraal Station naar het kamp Westerbork. Op het Centraal Station vond de eerste ontmoeting plaats tussen de familie Frank en Jannie Brandes-Brilleslijper. Ze was opgepakt omdat ze verzet had gepleegd tegen de nazi's. Geboren in een joods-socialistisch milieu in het hartje van de oude Amsterdamse jodenbuurt, trouwde ze met een niet-joodse man. Beiden hebben ze als antifascisten vanaf het begin verzet geboden aan de nazi's. In de zomer van 1944 werd ze samen met haar familie en meerdere onderduikers in haar eigen huis gearresteerd. Haar man Bob en haar 2 kinderen wisten te ontkomen. Een hele stille zomermorgen, heel prachtig mooi weer. De zon schijnt, de dauw ligt er nog over. De kou van de nacht zit nog in de stad. We zijn van de Amstelveense weg met de tram naar het Centraal Station gegaan. Onder begeleiding dus. Op het Centraal Station zijn we aan de zijkant het station binnengewandeld. Over de kleine steentjes naar het perron. Tegelijkertijd kwam er nog een groep andere mensen aan. En daar was de familie Frank bij. De familie Frank, het opvallende was dat de meisjes er sportief uitzagen. Alsof ze op een wintervakantie gingen. Met trainingspakken aan en rugzakken. En het was een beetje onwerkelijke atmosfeer, die stilte van die morgen en die mensen die daar allemaal in die trein gebracht worden. Het waren treinen met compartimenten, dus afgesloten aan 2 kanten, met deuren aan 2 kanten zo. Hè. Je stapte erin en dan zat je daar. Ik heb met aandacht naar die meisjes gekeken. We hebben toen niet met elkaar gepraat. Vanaf het begin van het oppakken van Joden, in de zomer van 1942... was het kamp Westerbork in Drenthe in gebruik als doorgangskamp. Onderdeel van de deportatiemachinerie van Joden naar de verschillende Duitse concentratiekampen. Het kamp werd bewaakt door Nederlandse politie en marechaussee. Tussen de zomer van 1942 en het najaar van 1944... vertrokken uit Westerbork 85 treinen naar de vernietigingskampen, waarvan 19 naar Sobibor en 66 naar Auschwitz. Toen de familie Frank er op 8 augustus arriveerde, waren al circa 100.000 Joden naar het oosten afgevoerd. Toen we in Westerbork aankwamen, toen waren we allemaal verschrikkelijk geëmotioneerd. Want we wisten tenslotte niet waar we naartoe gingen. Op het perron hebben we elkaar gezien. We hadden allemaal onze eigen zorg, uiteraard. Ik vond mijn zuster daar terug en mijn ouders en mijn broertje. En we hadden natuurlijk niet voldoende aandacht om ons heen te kijken. Maar toch, ja, zo'n gezin met 2 kinderen. Die dag zijn we allemaal ingedeeld in de S. Ook de familie Frank. In Westerbork was de eerste familie die ik tegenkwam, de familie Frank. Die ik dus van school kende. En we wisselden wat onderduikervaringen uit. Anita Roos kwam in 1933 met haar hele familie uit Duitsland naar Nederland. Ze groeide in Tilburg op in een behoudend Joods milieu. Anita werd, evenals de familie Frank, begin augustus met haar hele familie op haar onderduikadres opgepakt. Op 15 augustus kwamen we in Westerbork aan en eerst ontmoetten we daar verschillende kennissen die al een langere tijd in Westerbork waren en die natuurlijk allemaal heel erg geïnteresseerd waren hoe de oorlog zich ontwikkelde en hoe lang het nog zou duren en of de geallieerden ons niet vergeten hadden. Ronnie van Kleef groeide op in Den Haag. Ze was zich door de anti-Duitse houding van haar ouders al vroeg bewust van de nazi-dreiging. Mede door haar niet al te Joodse uiterlijk was ze geruime tijd in staat illegaal werk te verrichten, totdat ze door verraad werd gearresteerd. In de zomer van 1944 belandde ze in Westerbork in barak 67, waar vandaan zij dit verhuisbericht schreef. In Westerbork heb ik ook kennis gemaakt met familie Frank. En ik vond het zo opmerkelijk dat het hele gezin bij elkaar was. En ook op één plaats ondergedoken. Omdat bij ons, wij er juist naar hebben gestreefd om kinderen apart onder te brengen. En het echtpaar vaak apart ook onder te brengen. Soms man en vrouw later bij elkaar werden gebracht. Maar toch niet dat er een heel gezin, want het risico was veel te groot. En het is ook wel gebleken, als één verraden wordt, dan zit er op zo'n adres een heel gezin. En dat is natuurlijk vrij gevaarlijk. Afkomstig uit Amsterdam bracht Leni de Jong van Naarden het laatste deel van haar onderduiktijd samen met haar man door in Friesland. Ze werden beide begin augustus 1944 gearresteerd door Hollandse SS'ers en kwamen via Assen in Westerbork terecht. Zij sprongen er inderdaad uit, de familie Frank. Dat was een hele beschaafde familie. Heel close met elkaar. Die in dit gemêleerde gezelschap hele vreemde eenden in de bijt waren. Kijk, we zaten allemaal in diezelfde sfeer. En er was natuurlijk toch een soort saamhorigheidsgevoel. Er waren vrouwen met hun mannen. Sommigen hadden kinderen bij hun. Er waren neven, er waren nichten, er waren oma's, er waren opa's. Die waren soms en famille gepakt. En die waren allemaal in datzelfde Westerbork. Het was een opeengepakte massa. Rachel Frankvoorder komt uit een joods-socialistisch gezin in Amsterdam. Ze zat in de illegaliteit en verzorgde onder meer bonkaarten voor onderduikers. Ze werd door een Nederlandse SS'er in de trein op weg van Rotterdam naar Amsterdam gearresteerd. In Westerbork werd ze te werk gesteld in de binnendienst, waar ze huishoudelijk werk deed. Otto Frank kwam met Anne naar mij toe en vroeg of Anne mee mocht helpen. Anne, heel vrolijk, heel lief en aardig, vroeg mij ook of ze me mocht helpen. Zei, ik kan van alles, ik ben zo handig. En ze was werkelijk allerliefst. Ze was een beetje ouder dan de foto die we van haar kennen. Maar toch vrolijk opgewekt. Ik had daar helaas helemaal geen zeggenschap in. Ik heb haar naar de barakleiding gestuurd. En ik denk dat zij een paar dagen met haar zusje en moeder naar de batterijenafdeling ging. Maar daar gingen alle vrouwen naartoe. We werden dus te werk gesteld bij de batterijen. De batterijen moesten met een bijtel en een hamer moesten openhakken. En dan moest je de teer in de ene mand gooien. En het koolstaafje dat je eruit haalde in de andere mand. En het metalen hoedje, dat moest je er met een schroevendraaier aftikken. Dat ging weer in een derde mandje. En nou, je werd er ontzettend smerig van. En we waren allemaal aan het hoesten ervan, want het schijnt toch een bepaalde stof af te geven. Maar ja, wisten wij toen veel. Het prettige van de batterijen was dat je dan met elkaar kon praten, want het was zulk doodwerk. Daar kon je van gedachten wisselen. Ik weet dat we toen, vooral mijn zusje Lientje, erg veel contact had met de moeder van de meisjes, met Edith. En de meisjes ook. Die waren daar, we zaten aan lange tafels batterijen te kloven. Er werd gepraat, er werd gelachen. Maar je verdriet hield je binnenskamers. Want over dingen van diepere aard sprak je niet met elkaar. Want je wist nooit hoe je elkaar daarmee in gevaar zou kunnen brengen. Als je je daaraan had aangepast, nou, dan ging het wel. Er was vrije tijd bijvoorbeeld, er was een 8 of 9 of 10-urige werkdag. En je liep in een overal, want je was een strafgeval, want je was ondergedoken geweest. Dat had geen enkele betekenis, bleek later, wel of geen strafgeval. Zoals jonge meisjes dat van die leeftijd doen. We spraken over de jongens en over onze vriendjes. Spoedig leerde ik dat Anna met Pieter van Pelsen bevriend was. En ik vond ook gauw een jongen waar ik mee een paar uurtjes per dag 's avonds kon praten. Onze conversatie was over wanneer zullen we ooit hier uitkomen? Wanneer gaan we op transport? Wat doen de troepen, de geallieerde troepen? Zullen ze nog op tijd komen om ons te bevrijden? Het was tenslotte 1944. Met de meisjes heb je natuurlijk gesproken. Het waren, vooral Anne was een leuk kind. En je hart brak, omdat ze nog zo jong waren en er niks was te doen om ze er buiten te houden. Wij waren ouder en, nou ja, maar die kinderen hadden nog zoveel verwachting van het leven. Wij ook, maar we waren toch een heleboel jaren ouder. Nou, je had wel gehoord van vernietigingskampen, daar had je wel van gehoord. Maar dat is zo niet te bevatten, daar sloot je je voor af. Nee, je moest het afwachten, je was in hun klauwen. En je had geen enkele zeggenschap over je lot en over je toekomst. Maar dat het allerergste te gebeuren stond, dat wou je niet weten. Dat wou je niet weten, nee. Ja, we hebben zo geleefd tot geruchten gingen van transporten. En toen werden we allemaal natuurlijk verschrikkelijk zenuwachtig. Want we hadden gehoord dat Parijs al gevallen was. En toen dachten we, nou kan ons niets meer gebeuren. Want ze krijgen ons niet ver weg. En ja, we waren toch wel een beetje gevoel van zekerheid. Nou, we blijven hier wel. En toen kwam er ineens het ontstellende bericht dat er nog een transport ging. Daar zijn we vreselijk van geschrokken allemaal. En iedereen heeft geprobeerd om zich van dat transport te onttrekken. Enige dagen voordat we op transport gingen, moesten, en ik denk voornamelijk de politieke gevangenen, mensen die in het verzet waren, die werden voorgeleid, en dat was heel officieel, bij Gemmeker, Oosterfunde en Fischer. Daar werd je aanklacht voorgelezen. En toen kon ik gaan. En toen kreeg ik al een heel akelig gevoel. Een heel akelig gevoel dat er iets heel indringends zou gebeuren. En dat was het laatste transport. Op 3 september. Op het moment dat we opgeroepen werden voor het transport, ontstond er een soort van paniek. Want iedereen probeerde zich achter iemand anders te verschuilen. En probeerde om via vrijstelling te krijgen. Of in ieder geval opgeschoven te worden. Want iedere dag die je zou kunnen redden, zou je misschien beschermen en je in Nederland kunnen laten. Zodat je toch de bevrijding mee zou kunnen maken. Maar op dat moment ging iedereen rennen. We hebben natuurlijk die naam Auschwitz wel gehoord, maar dat zei ons niks. We dachten daar niet luchtig over, maar toch wisten we niet. Wat betekent dat dan? De familie Frank is gelijk met ons op transport gegaan. En ja, je werd in een wagon, in zo'n beestenwagen, in een wagon gedouwd. En je probeerde zoveel mogelijk degene die je het meeste naast stond bij je te hebben. Hè? Dat je toch wat steun aan elkaar had. En dat is ook wel gelukt, hoewel er ook een heleboel oude mensen en zieke mensen, die werden op zo'n kar met van die hele grote wielen werden die in die wagon gebracht. En dan begreep ik nooit wat we met die oude zieke mensen moesten. Want we gingen werken. We gingen dan dus in ons gevoel, en het werd gezegd, we gingen ergens naartoe waar we moesten werken. Mijn familie, mijn vader, mijn moeder, mijn broer, mijn neef en mijn grootmoeder waren allemaal tezamen. Zo was de familie Frank en de familie Pelsen. Wij allemaal waren in één hoek van de wagon. Als men praatte, was het alleen maar ellendig. Wij hebben alleen geprobeerd om bij elkaar te blijven. Op het moment dat we wisten dat onze kennissen die we inmiddels dus hadden daar uit de trein zouden proberen te springen, hebben we geprobeerd om bij hun in die trein te komen, om zelf ook die kans te maken. Maar met het oproepen van de namen liep dat in de war. We hebben onze ouders op dat moment voor het laatst omhelst. Angstaanjagend nauwkeurig hielden de nazi's de namen bij van de 1019 personen die deel uitmaakten van het laatste transport naar Auschwitz. 498 mannen, 442 vrouwen, 79 kinderen. Slechts 200 kilometer scheidde dit transport van de geallieerden. Ze stonden toen al aan de Belgisch-Nederlandse grens. Het is 3 september 1944. Na een verblijf van 1 maand in Westerbork vertrekt het deportatietransport met de familie Frank richting vernietigingskampen. 100.000 Joden hadden toen al dezelfde weg afgelegd. Ze hebben ons dus gezegd, we zouden naar Wolfenbüttel gaan. En wij zeiden, we gaan nooit zo ver, want ze zijn al bezig. Want de Russen die staan al bijna bij Berlijn, dus ze kunnen niet zo ver Duitsland in. Dus waarschijnlijk gaan we helemaal niet naar Polen. Naar Polen was het angstbeeld. In die beestenwagen hadden ze ook een kaars in een blikje aan het plafond opgehangen. En nou ja, er was een beetje licht. Er was ook een emmer waar we onze behoeften op konden doen. En die stroomde het eerste uur al vol met 70 mensen. Het was een hele gênante aangelegenheid in die wagen. Behoeftes werden plotseling gedaan, open en bloot. Af en toe was een gentleman die ging even voor je staan. Wat op zichzelf ook gênant was. Maar je was alweer blij dat je aan het oog onttrokken was. De meest lieve, zachtaardige mensen werden agressief. Als je lange tijd op je benen staat en je wordt zo moe, zo vreselijk moe, dat je even ergens tegenaan wil leunen of even op het stro wil gaan zitten, eventueel als dat kan. En je zit op het stro en ze schoppen aan alle kanten op je, omdat je zo laag zit, dat je al die voeten en al dat geluid om je heen hebt, dan word je agressief. Dat is logisch. Dan ga je ook stompen en slaan. Dat is onvermijdelijk. Maar Lientje probeerde een gaatje voor mij en ik een gaatje voor Lientje te houden. Kan je dat voorstellen? En er was dus bij de deur één gat waar de grendels op zaten. Daar kon je naar het landschap kijken. Als je het geluk had dat je even naar buiten mocht kijken en niet van die plaats werd weggeduwd, dan kon je even ademhalen en dan kon je even je gedachten ordenen. Heel velen, ook de meisjes Frank, hebben geslapen. Tegen de moeder of tegen de vader aan. Omdat alles en iedereen was doodmoe. En dan de spanning. Wat gaat er nu verder gebeuren? Misschien rijden we ons wel te pletter. Misschien komt er een bombardement. Dat hadden we gehoopt. Niks. Er gebeurde niks. Terwijl er zoveel gebombardeerd is. En al die treinen, daar wisten ze van dat ze reden. Er is niets mee gebeurd. Mevrouw Frank had een overal mee gesmokkeld. En ze zat bij een zaklantaarn. Zat ze dat rode bovenstuk, zat ze er vanaf te tornen. Want, dacht ze, ik heb het er niet gevraagd, maar dat moet ze gedacht hebben. Beter zonder dat rode bovenstuk, waar ik ook aankom. Dan zien ze niet dat we een strafgeval zijn. Er was bij ons een kolos van een man. Zijn naam was Leu. Het was een Pool. En doordat hij zo lang was, kon hij uit het tralies, het raampje kijken, boven in die veerwagen. En heeft ongeveer de route gezien en hij werd een gegeven ogenblik erg opgewonden. Want hij zag zijn woonplaats, herkende hij. En toen hebben we eigenlijk, ook hij, begrepen dat we in de buurt van Auschwitz waren. Na een dagenlange uitputtende reis arriveerde de trein in de nacht van 5 op 6 september op het station van Auschwitz. Deuren werden opengegooid en het was nacht. En daar stonden mannen in blauw-wit gestreepte pakken, ook al zoiets geks. Maar dat zag je dan en die schreeuwden en sloegen je die wagons uit. En ik herinner me ook dat ik één vrouw opeens zag praten met een van die pakken. En ik begreep dat dat een bekende was. En daaruit begreep ik ook dat er ook gevangenen waren. Die mannetjes in streepjes pakken, want het waren mannetjes in blauwe streepjes pakken, die fluisterden: je zijt gezond. Lauf, je zijt gezond. Ze probeerden ons te waarschuwen. Toen werden we naar een of ander groot terrein gebracht. En daar waren geweldig sterke lampen, zo sterk, dat ik het gevoel had dat het manen waren. En toen dacht ik, we zijn op een andere planeet. En dat gekke idee, dat paste helemaal in mijn beleving, want ik denk dat die reis je bewustzijn aardig verlaagd had, toch? Dat geschreeuw door die luidsprekers vertelde ons dat we de bagage achter moesten laten en dat we met onze handbagage ons moesten opstellen. De vrouwen aan de ene kant, de mannen aan de andere kant. En we begrepen er niks van. We waren te moe en te geschokt en te uit ons evenwicht om te beseffen wat er eigenlijk met ons gebeurde. Het was een soort van nachtmerrie, een inferno. En toen kwam de selectie waarvan we niets begrepen hebben. Gelukkig eigenlijk. En daar stond Mengelen en die heeft dan gezegd rechts. Hij wees, hij zei niks, hij wees. Rechts, dat waren wij, de jongere mensen en de in zijn ogen meest gezonde mensen dan. En de andere, oudere mensen en kinderen, en die gingen naar die kant. En wij hebben dat helemaal niet begrepen, want ik dacht, nou, we zien ze straks wel weer. 549 mensen van het laatste transport, waaronder alle kinderen beneden de 15 jaar, werden dezelfde dag van aankomst, op 6 september, vergast in de gaskamers van Auschwitz-Birkenau. Anne Frank ontkwam hieraan, omdat ze er met haar 15 jaar wat ouder uitzag. Toen we dan allemaal apart stonden, wel mannen en vrouwen door elkaar, toen kwam mijn oom en die zei: weet jij waar Suze is? Dat was zijn dochter. Met het kind. En toen zei ik, ik heb ze net nog gezien. En maar nu zie ik ze niet, maar ik zal het eens aan zo'n man in een gestreept pak vragen. En dat waren Hollanders die al heel lang daar waren. En toen vroeg ik hem dat. Ik zeg, een nichtje met dat baby, met dat dochtertje. En toen zei die man, die zijn al dood. Zo boemde bovenop. Dat kan niet. Ik heb ze net gezien. En ik kon dat helemaal niet beseffen. En ik denk, nou, die man is niet goed, snik. Langzaam probeerde ik om te kijken wie er in de buurt was. En eigenlijk, behalve de Franks en een paar andere mensen, kende ik niemand. Dus ik was absoluut alleen op de wereld. Toen werden we gebracht naar een klein kantoortje. Daar zaten vrouwen, een hele rij vrouwen. En we moesten onze linkerarm ontbloten. En daar werden we ingeprikt. Er werden getatoeëerd, de nummers. We moesten onze mond openmaken, want het gebit werd geregistreerd. Allemaal dingen waar natuurlijk, die zo vreemd en zo overweldigend, vernederend ook waren. Toen werd ik eigenlijk al gelijk geschakeld met een dier. Een beest kijk je ook altijd in zijn bek. Toen kwamen we in die ruimtes waar we ons moesten uitkleden. En dat heeft me een geweldige schok bezorgd. Ik was 18 en in kuisheid opgevoed in de heersende moraal. De vanzelfsprekende gêne en pudeur bezat ik. En ik herinner me een hoorbare krak in mijn hoofd. Bij het aan de blikken van mannen letterlijk blootgesteld zijn. Nou, en toen was ik eindelijk zo ver dat ik nog een hemdje aan had en een broekje. En toen waren veel vrouwen die menstrueerden ook, en ik ook. En toen zei ik, ja, maar ik ben gek, ik ga dat niet, ik hou mijn broek aan. En toen kwam er mof bij me staan en die riep dat die hozen daaronder moest. En toen zei ik, ja, dat kan niet. En ik zei, nee. En toen kreeg ik een klap op mijn kop. Nou, toen deed ik dan toch dat broekje naar beneden. Maar ik had zo'n gordeltje, droeg ik. En toen kwam die naar me toe en pakte dat gordeltje en rukte dat weg. Nou ja, toen dacht ik, nou, dat is het einde. Daar had ik het verschrikkelijk moeilijk mee. En ik zag dat hij dat bij anderen ook deed. En ja, toen waren we wel erg... ja, je kan het geen naam geven, hè? Zo ontredderd. En toen we weer gegroepeerd waren, maar bloot... Toen ging eerst ons hoofdhaar eraf. Met tondeuses. Ik had heel lang haar en zo met allemaal zo opgespeld. Dus al die spelden eruit en die had ik in mijn hand. Dus nou ja, dat haar lag daar klaar. En een stukje verderop stonden andere vrouwen. En die hebben het lichaamshaar weggehaald. Je zag de dingen met je ogen, maar niet verder. En dat zien was haarscherp. Maar het gevoel werd helemaal weggedrongen. Anders was het ook niet te overleven. Was het ook niet door te komen. En toen zag ik natuurlijk voor het eerst weer Margot en Anne en mevrouw Frank. Tot op dat ogenblik was ik me van niemand bewust. We hadden honger, we hadden dorst, we waren verschrikkelijk bang. We hadden dus de sauna, dat was dus dat straaltje waar je met z'n vijven onder ging. Terwijl we zo vuil waren en zo graag ons wilden wassen. En waar we alleen dus een veeg kregen. Een handdoek kregen we niet, we werden door de open ruimte waar alles tochtte als de pest, werden we gejaagd. En we kregen een kledingstuk toegeworpen. En toen schoot door me heen dat van nu af aan andere normen en waarden gingen gelden. En ik begreep dat de filosofie achter dit systeem een zodanige ongelijkheid in het vaandel voerde, zo'n inferioriteit en een superioriteit. En het inferiore moest vernietigd, gewoon vernietigd, hoe dan ook. Op het moment dat je in Auschwitz was, wist je van de gaskamers. Hoe, weet ik niet. Maar we wisten, we zagen die grote zwarte vlam. We hebben er vlakbij gewoond. We hebben de geur geroken. Dat kan je nooit meer vergeten. Ik ben blij dat mijn ouders en wat ik had aan familie meteen de gaskamer ingegaan zijn. Dat heb ik altijd gezegd. Dit is het beste. Ze wisten helemaal niet wat er ging gebeuren of wat gaat er nou gebeuren. Het is gebeurd, meteen. En dus waren ze van alles af. Maar die worsteling, de moeders met de kinderen die van ze afgenomen werden, dat was het ergste. Tot aan september 1944 waren er in Auschwitz-Birkenau ongeveer 3 miljoen mensen vergast, voor het overgrote deel Joden. Met huiveringwekkende perfectie voltrok zich in Auschwitz-Birkenau, het grootste nazi-vernietigingskamp, een gruwelijke massamoord, met als doel de totale uitroeiing van hele bevolkingsgroepen, zoals Joden en Zigeuners. Een massamoord die qua organisatie en omvang ongekend is in de wereldgeschiedenis. Na aankomst van het laatste transport uit Westerbork verbleven er circa 39.000 vrouwen in het vrouwenkamp. Edith Frank en haar dochters Margot en Anne kwamen in vrouwenblok 29 terecht. De familie Frank, de moeder, de twee dochters en mevrouw Pels waren een eenheid die automatisch bij elkaar hoorde. Dat betekende niet alleen dat ze voor elkaar zorgden, maar dat betekende ook dat ze elkaars pijn voelden. En daarbij kon ik natuurlijk niet mij aanpassen. Ik behoorde niet in deze eenheid. Toen ik dus me samen met mevrouw Birnbaum als een eenheid verbond, was het een eenheid van twee mensen die elkaar willen helpen, die elkaar steunen, misschien zelfs als moeder en dochter, maar die toch niet het gevoel van moeder en dochter van elkaar hebben. Alleen maar het gevoel van vriendschap. En ik geloof dat doordat deze verbinding het makkelijker maakte om te overleven. Want je voelde toch de pijn van de ander niet zo diep als een moeder-dochter of dochter-moederpijn. De behoefte die ik altijd heb gehad in mijn leven en nog een rol speelt is kameraadschap, wat voor mij belangrijk is. En dat stel vrouwen, die hadden een houvast aan elkaar. En we spraken niet over wat er allemaal gebeurde en wat we zagen en wat er kon gebeuren. Niets. Helemaal niets. En we probeerden ons te verheffen boven het niveau wat om ons heen bezig was. Door onze groeiende band met de kampzusjes en moeders, door het respect dat je elkaar toedroeg, door de beleefdheid die je tegenover elkaar bleef opbrengen, door bij te blijven wat de datum betreft, was heel belangrijk. Elke dag zeiden we, vandaag is het 21 december 1944, woensdag, bij wijze van spreken. En dat zeiden we tegen elkaar, zodat we met elkaar ons niet zouden vergissen. als je aan de buitenkant van de slaapbak lag, dan werd je nat. En niemand wilde daar liggen. En ik zei, laat mij maar daar liggen, want dan dacht ik, dan heb ik tenminste één kant waar niemand op me ligt. En ze zei allemaal, oh, ik geloof dat Anita al gek wordt, die wil in de regen liggen. Zo erg was het. Ik lag liever de hele nacht in de regen als dat ik vreemde lichamen bovenop me voelde. Mevrouw Frank heeft altijd, die periode dat wij in Auschwitz waren, dat is ongeveer zo'n 2 maanden geweest, heeft ze dus moeite gehad om haar kinderen in leven te houden, om bij ze te blijven, om ze te beschermen. En natuurlijk hebben we elkaar gesproken, maar je kon niets doen. Je kon helemaal niets doen. Alleen maar zeggen, als zij naar de latrine gaan, ga mee. Want zelfs vanaf de barak naar de latrine kon er iets gebeuren. Daar stond dus op die appelplaats, stonden, ik denk, 1000 mensen, misschien waren het er wel 2000. Die moesten daar blijven staan tot ze geteld waren. En als er eentje zich vergiste, of ze vergeleken hun opgeschreven papieren van heb jij die gedaan, heb ik die gedaan, dan begonnen ze opnieuw. En als er eentje weg was, dan begon het nog opnieuw. Zo hebben we uren gestaan. Het is helemaal niet verwonderlijk dat de mensen die ziek waren daar dood bij neervielen. Dus die moesten er weer opnieuw, die moesten er tussenuit. Dan werden ze opzij gelegd, want dat werd heel radicaal gedaan hoor. Want dan werden ze opzij gelegd, dan werd het carré van 25 ineens 24 en dan moesten ze weer opnieuw gaan tellen. Dus er werd geteld met recht dat je erbij neerviel. En er stond Anne voor me. En we hadden een bakje en dan een pannetje, zal ik maar zeggen, een soort pannetje. En daar werd dan uit de kubel koffie of thee, wat het precies was, dat zag je in het donker water. En dan deed je een schep en dan werd dat verdeeld. Dus we dronken allemaal uit hetzelfde bakje. 3 of 4 slokken, dus stonden we te tellen dat niemand stiekem meer gaf dan. En nou, dus, dan gaf ik het weer door aan Anne. En Anne dronk haar slokken weer en dan gaf ze het weer door voor. Dus stond Margot wel eens, of die stond naast haar. Dat was net hoe het uitkwam. Want je stond met z'n 5 op een rij. En dan de eerste weer. En zo hebben we dan ons ontbijt, was dat dan. Dan hadden we iets, tenminste iets in je maag. En dan gebeurde het ook dat je op een gegeven moment terug moest naar zo'n groot vertrek en dan werden de vrouwen weer geschoren. En er waren er bij die daarvan wegliepen. En dan stonden we weer op dat appel en dan kwam de SS met honden. En dan moest je allemaal je jurkje aan het omhoog houden, zodat ze konden zien wie wel en niet geschoren was. En wie niet geschoren was, die werd eruit gehaald en die werd ontzettend geslagen en nou, je liet dat wel voor een 2e keer. We hebben al die tijd dat we in het kamp waren niet gemenstrueerd. Gek hè? We dachten dat we iets in het eten kregen, maar dat schijnt niet zo te zijn. Het schijnt gewoon dat een mens, als hij onder het bestaansniveau leeft, niet meer menstrueert. Ja, angst heeft natuurlijk ook een grens. En er kon maar 1 ding met ons gebeuren. En dat was dat we de gaskamer ingingen. En daar stonden we niet bij stil. Als het zo was, nou goed. Dan was er geen ontkomen aan. En dan zouden we waarschijnlijk geen paniek hebben gemaakt. Dan hadden we de strijd opgegeven. Er werd dus regelmatig geselecteerd. En dat was dus direct na het zeelappel. In plaats dat we dan verspreid werden, was het allemaal in het blok. En dan stuk voor stuk naar buiten komen. En daar stond de dood, dat was Mengelen. En nog twee. En die zei, jij die kant op. Jij die kant op. Jij hebt kretsen. Nou, dan gaan we naar het kretsenblok. Dan ben je er goed vanaf gekomen. Want het kon ook zijn dat je niet naar het kretsenblok ging. En wij wisten wat dat betekende. Wij wisten. We hebben die vlam gezien. Die grote, zwarte, smerige vlam. Anne kwam in het kretsenblok terecht. Die kreeg schurft. Ja, de meisjes Frank zagen er slecht uit en met vlekken en zweren van de schurft natuurlijk. En dat zat overal op de handen en op de huid en zo. En daar hebben ze wel wat met zalf aan gedaan, maar er is verder vrij weinig aan te doen. En de moeder was wanhoop, een en al wanhoop. En ze had haar stukje brood, at ze niet op, dat stukje wat ze kreeg. Ik weet niet of ze binnenwaarts een stukje brood kreeg, dat weet ik niet. Maar met haar heb ik een holletje gegraven onder die houten barak door. En zo onze hand eronder gestopt. Zo Margot kon het aanpakken, dat stukje brood. Ja, en in zo'n ziekenbarak, daar heb je ook de dood om je heen. Want er lag tegenover mijn Hollandse vrouw en die had mij zien binnenkomen. En die riep, Holland, help! Holland, help. En die vrouw had vreselijke tyfus en ik durfde niet naar naartoe te gaan. En toen heb ik wel geroepen, ik kan niet bij je komen en ik kan ook niks voor je doen. Maar misschien kan de dokter iets voor je doen of zo. Ik heb wel steeds met haar gepraat. En toen was ze zo ver, ze leefde nog, maar toen werd ze toch al bij de doden neergelegd. Want ze ging langs me heen op een brancard. En toen keek ze me nog aan en toen riep ze nog, Holland, help. Ja, dat was heel verschrikkelijk. Je kon natuurlijk je niet onttrekken aan wat er gebeurde. Maar je kon wel een innerlijk bouwwerk optrekken met elkaar, met die groep. Zodat het je zo weinig mogelijk aantastte. En aan de andere kant was het gebeuren wat men over je bracht zo massaal dat veel mensen dachten dat het een natuurramp was. Dat de SS niet aansprakelijk werd gesteld, nog het stelsel. Dit gebeurde, dit kwam over je heen. En daar was je haast weerloos tegenover. En haast niemand dacht dat het de SS was, dat het mensen waren die dat deden. Niets, er was niets. Niets wat er bleven. Waarvan je zag, ach, een bloemetje. Dat was niks, helemaal niks. Het was het einde van alles. Echt het einde van alles. Dat we eruit gekomen zijn. Het is een wonder. Hele godsdienstige mensen, die begrijpen het beter dan ik. Ik heb het niet begrepen. In Auschwitz kondigde zich het naderende einde aan van de nazi-heerschappij. Eind oktober 1944 bevonden de Russen zich op zo'n 100 kilometer afstand van Auschwitz. Vanaf dat moment vond een groot aantal transporten plaats uit het vrouwenkamp van Auschwitz-Birkenau naar andere concentratiekampen. Een deel van de vrouwen ging naar het werkkamp Liebau. Hier werden ze in fabrieken te werk gesteld voor de Duitse oorlogsmachinerie. Edith Frank bleef in Auschwitz achter. Anne en Margot werden op 28 oktober naar Bergen-Belsen getransporteerd, waar ze ongeveer 2 dagen later aankwamen. Totdat we in Bergen-Belsen stopten. En toen zeiden een hele hoop mensen, oh, maar we zijn in Bergen-Belsen. Maar dat is een goed kamp, jongens. Ik denk dat je de ontnuchtering meteen ziet. Toen we daar in die stromende regen En koud. Oh, het was ook koud. Met onze paardendekens om. Wij dicht tegen elkaar aan, Dientje en ik, met 2 paardendekens over 2 magere meisjes heen. En daar gingen we dan. Ik zie ons nog lopen, want we kwamen van het station Cellen. En liepen naar het kamp Bergen-Belsen. Ik denk dat het een paar kilometer was af. We zijn dus gelopen door het bos. En we hebben zo... bos. Heerlijk. En langs de zijkanten stonden de bewakers. En we zijn door het stadje gelopen. En de mensen hebben ons gezien. Die arme landverhuizers in Lorre. Er is niemand die een vinger naar ons uitgestoken heeft. En het regende. En het stormde. En het hagelde. En toen zaten we daar op die hei. Met hier en daar een bosje. En zaten daar op een klein heuveltje. Als 2 meisjes tegen elkaar aan. En toen kwam daar nog een grijs hoopje. En toen gooiden we onze dekens van elkaar af. En riepen, oh jongens, jullie zijn er ook. Dat waren Anna en Margot. Kan je je voorstellen dat de eerste gewaarwording, toen we de meisjes daar zagen, die van enorme blijdschap was. We waren zo mistroostig, we waren moe, we waren koud, we hadden dagen niet te eten gehad. We rammelden, we wisten eigenlijk niet meer of we honger hadden of niet. Want het gaat over, ik weet niet of je, gelukkig zou je het nooit ervaren. Oh God, laat je het nooit ervaren, wat honger is. Maar we wisten niet eens meer dat we honger hadden. En dan zie je ineens die 2 kinderen op je afkomen. Dat is een enorme ervaring. Bergen-Belsen was oorspronkelijk opgezet als verblijfskamp voor Joden... die bestemd waren te worden uitgewisseld tegen Duitsers... die zich buiten het machtsgebied van de nazi's bevonden. Gaskamers waren er weliswaar niet in dit kamp... dat gelegen was op een kaal gedeelte van de Lüneburger Heide in Duitsland. Maar de levensomstandigheden in Bergen-Belsen... waren met name gedurende de laatste oorlogsperiode zo slecht... dat hierdoor tienduizenden mensen omkwamen. En daar heb ik dan weer Anne en haar zuster Margot ontmoet. Haar ouders waren er niet. En... daar vroeg je ook niet na, omdat je eigenlijk wist, gezien je eigen ervaring met ouders, broers enzovoort, ja, je vermoedde, meer niet. Ze waren bijna onherkenbaar doordat hun haren waren geknipt, waren afgeknipt. En ze waren koud, we hadden het allemaal erg koud. Het was winter en je had geen kleding. En je had geen deken. Dus alle factoren voor ziekte waren aanwezig. Maar we hebben op de een of andere manier gezorgd dat de kinderen bij ons in de buurt blijven. Ik heb het alsmaar over de kinderen en zo voelden we dat ook, de kinderen. Dat ze bij ons in de buurt bleven. En in Bergen-Belsen was helemaal niet gerekend op deze transporten. Dat hebben we dus later gehoord, dat wisten we dus niet. Ze hebben hele grote legertenten opgebouwd. En in die legertenten hebben ze ook bedden geschoven, 1, 2, 3 hoog. Die houten dingen. We waren doorweekt en koud en nat. En iedereen, zodra die tenten opengesteld werden... rende iedereen op die tent af. Er was een verschrikkelijk geduw en getrek om zo gauw mogelijk die tenten in te komen. En wij hebben ons achteraf gehouden. En op een goed moment waren de meisjes Frank aan het kibbelen of ze nou ja of nee moesten gaan. En gingen. Honderden vrouwen. Chaos. Vooral toen de tent in elkaar stortte. Door regen, storm. We wisten niet wat er gebeurde. Plotseling. We stonden in de grote plassen. Iedereen was koud. Miserabel. Al door moesje plassen. We hadden waarschijnlijk allemaal blaasontstekingen. We begrepen er niets van, wat er nu weer met ons was. En die morgen, het was net na een schipbreuk. Zoiets. Overal hopen en mensen en rotzooi en gejammer en pijn. Toen hebben we de meisjes, Frank, niet teruggevonden. We hebben ze pas na een paar dagen. Ze zijn toen begonnen om ons over te brengen naar barakken. Het hongergevoel heb ik gelukkig niet gehad. En daar ben ik erg blij om. Dit heb ik beheerst, want ik heb vrouwen horen spreken over, vooral ook in Bergen-Belsen, bij ons in deze barak. Wat ze allemaal zouden gaan eten als ze weer vrij waren. Een gebakken eitje met dekseltje erop of zonder dekseltje erop. Hele diners werden klaargemaakt en ik werd er bijna misselijk van. En heb gedacht, dit niet, daar wil ik me niet aan overgeven. Mijn aandacht was vooral gericht op vrijheid. Ik zag niet in dat een boterham meer of minder mijn redding zou zijn. Lientje heeft voor de blokelderste gezongen en heeft daar boterhammen mee verdiend. Die hebben we dus ook bewaard. We hebben alles wat we konden bemachtigen bewaard. En toen hebben we die avond, of het kerstmis was, of oudejaar, of Chanukka. We hebben een avond met z'n allen op de bovenbedden gezeten, in een stenen barak en met z'n allen gezongen. Ik ben nog nooit ervoor geweest, maar het leek me zo fantastisch, hè, om te kunnen vliegen. Weg te gaan, daar te gaan waar je wilde. En dat kon je niet meer. En dat is voortdurend het leidmotief geweest van alle kampen. De vogels. En die zag je overal natuurlijk. Overal zijn vogels. Zelfs in Auschwitz, zelfs in Birkenau. En zeker in Bergen-Belsen, waar het zo mooi groen was en zo gruwelijk grauw. Dezelfde tijd. Ik zou je zeggen, ik heb zelf bij het wegbrengen van dode mensen meermalen voor die stinkende kuil gestaan. En heb me omgedraaid en naar die prachtige sterrenhemel gekeken en gezegd: oh God, als je werkelijk bestaat, kan je dit dan laten gebeuren? We waren niet zo heel ver van het zogenaamde vrijkamp vandaan, waar de vrouwen zo 's avonds naartoe renden. Dat was niet toegestaan, dat kan niet, maar ze deden het. Ze waagden hun leven daarbij. Om daar wat eten, kleren te krijgen van vrienden die ze hoopten te vinden in het kamp, het andere kamp. Anne en Margot die gingen zeer vastberaden. Ik denk dat ze bijna zeker waren dat ze daar iemand ontmoetten die ze kenden. Ze deden dat, kwamen heel opgetogen terug als ze een pakje hadden. Ik ben ook aan dat kamp gaan spreken, aan dat prikkeldraad. En opeens komt mevrouw Van Daan. Het was heel grappig, ik riep maar zo en zij zegt: ja, ja, dat ben ik, mevrouw Van Daan. En je wilt zeker met Anne spreken, ik ga haar maar gauw roepen. En toen kwam Anne, na een paar minuten, en dat was vreselijk. We begonnen allebei te huilen. Zij wist niet dat mijn moeder al gestorven was. Men had haar alleen verteld dat de baby gestorven was. En ik wist natuurlijk niet dat haar ouders gestorven zijn. Zo heeft zij gedacht. En dat is zo jammer. Als ze maar had geweten dat die vader nog leeft, had ze misschien meer sterkte gehad. En ik was überhaupt helemaal... Ik heb niet begrepen, wat doe jij hier? Je bent niet in Zwitserland? En toen heeft ze me uitgelegd, dat hebben ze alleen maar gezegd, dat niemand ze zal zoeken in Amsterdam. En dan heeft ze vreselijk gehuild en we hebben geen kleren en we hebben geen eten. En bij ons was het ook niet veel beter, maar ons heeft men de kleren niet weggenomen. En dat was de eerste keer dat we een rood kruispakje gekregen hebben. En dan hebben we afgesproken, de volgende avond zal ik proberen iets over het prikkeldraad te gooien. En ik heb werkelijk van iedere vriendin een heel klein een koekje, een halve, ik weet dan niet meer wat, een handschoen, een kousje gekregen. En de volgende avond kwam ik daar en ik riep en Anne kwam ook. En ik zeg, hier, ik heb een pakje voor je en ik ga het erover gooien. En opeens hoor ik een schreeuw. Ik zeg, wat is er gebeurd? Nee, ik heb het niet opgevangen. Die vrouw die naast me stond, die mensen hadden niets te doen en daar liepen honderden van vrouwen. En die had natuurlijk ook niets te eten, heeft dat pakje opgevangen en niet teruggegeven. Toen hebben we afgesproken, nog een keer zal ik proberen. En werkelijk, ik geloof de volgende dag of na een paar dagen ben ik nog een keer gekomen met zo'n pakje. En deze keer heeft ze het opgevangen. Maar daarna heb ik haar niet meer gezien, want mijn vader is toen gestorven en ik ben een paar dagen niet uitgegaan. En hun hele kamp werd weer naar een andere plaats overgebracht. En daar konden we elkaar niet meer spreken. Dus ik heb helemaal niet geweten dat zij gestorven is. Dit was de laatste keer dat ik Anne levendig heb gezien. Ik heb je al verteld dat op een goed moment in de laatste dagen Anne, gehuld in een deken, voor me stond en geen tranen meer had. Trouwens, dat hadden we al lang niet meer. En vertelde dat ze zo griezelde van de beesten in haar kleren dat ze al haar kleren weggegooid had. Het was hartje winter en ze was dus gehuld in een deken. En ik heb alles wat ik vinden kon bij elkaar geraapt om haar te geven, zodat ze weer eens een beetje, zodat ze weer aangekleed was. En het eten hadden we zelf ook niet veel, want dat was een andere portie. Maar ik heb, Lientje lag ziek en ik heb geprobeerd om iets van ons broodrantsoen aan Anne mee te geven. En ik ben een paar dagen later naar ze gaan kijken. De meisjes, Frank, waren al sterk vermagerd, zagen er vreselijk uit. Hadden kibbelpartijtjes door hun ziekte. Want dat ze tyfus hadden was duidelijk, want dat herkende je. Hoewel je daar nooit mee te maken had gehad, maar dat was het kenmerk van Bergen-Belsen, tyfus. Ze kregen die gezichten, dat fel overbeen. Hadden het vreselijk koud. Ze hadden de meest ongunstige plaats van de barak. Beneden bij de deur. Moesten aldus schreeuwen. Deur dicht, deur dicht. En dat werd iedere dag ook een beetje zwakker, dat geluid. Want je zag ze werkelijk, je zag ze doodgaan. En omdat we dus als verpleegster toegang hadden tot de apotheek, want we moesten onze zieken melden, konden we ons iets beter bewegen. Waardoor je ook iets meer kon doen, natuurlijk. De verpleging bestond uit te zorgen dat ze een beetje te drinken hadden. En als je de kans had, ze eens een beetje af te wassen. Maar verplegen, nee, dat was er niet bij. Maar het trieste was natuurlijk dat deze kinderen nog zo jong was. Ik vond het altijd vreselijk als kinderen nog helemaal niets van het leven hadden gehad. En dat waren zij toch ook volgens hun leeftijd. Want ze waren wel de jongste bij ons, dacht ik. We waren allemaal een beetje ouder. Allemaal. En ik ben een paar dagen later naar ze gaan kijken. En toen was Margot dus uit het bed gevallen. Op de stenen vloer. En dood. En een dag later is ook Anne gestorven.